Vandaag ben ik in het Frans Hals Museum, omdat hier schilderijen hangen die eigenlijk uit Hongarije komen. Maar daar wordt het museum verbouwd en dus hangen ze nu tijdelijk hier in Haarlem. En wie komt deze tentoonstelling openen? Goedemiddag. Niemand minder dan prinses Victoria. Het Frans Hals Museum in Haarlem toont 80 werken van Hollandse meesters uit een van de mooiste museale verzamelingen ter wereld, die van het museum in Boedapest. Een onontdekte parel, zegt de folder. In de tentoonstelling ligt de nadruk op Haarlem als centrum van vernieuwing in de 17e eeuwse schilderkunst. Ik vond het een hele mooie tentoonstelling. Ik vind het erg bijzonder om ze hier in deze setting ook in Haarlem te kunnen bekijken. En hoe het is opgedeeld van portretten en genrestukken, stillevens. Je krijgt echt een blik in het verleden en je ziet heel goed hoe het leven van de Haarlemmers in de 17e eeuw eruit heeft gezien. En op wel wat een ontzettend hoog niveau de schilderkunst was in die tijd. En dat het zich hier tot bloei is gekomen. Dat kunstenaars zich hebben gespecialiseerd in deze stad. Dus dat was heel mooi om hier. Ik heb de catalogus gezien thuis in Rome. En om dan nu de werken in deze lijst te zien, dat is echt heel interessant. Het is de eerste keer dat prinses Victoria een officiële opening verricht. Heel koninklijk natuurlijk. Maar als ze er dan toch is, wil ik natuurlijk even met haar praten. Gefeliciteerd. Dit is de eerste koninklijke opening die u verricht heeft. Ja, dat klopt. Hoe vond u het? Ja, heel bijzonder. Het is voor mij, het was een onverwachte vraag. Ja. Het was meteen echt een thuiskomst voor mij. Boedapest, Hongarije en dan stukken die in mijn geboortestad door zoveel mensen zijn bekeken. Prachtig Hollandse werken die dan nu weer in hun geboorteplaats in Nederland terug zijn. Dat past heel goed ook bij mij. En ik was heel benieuwd naar de collectie. Dus vond het ook wel mooi om ze in dus deze andere setting te mogen zien. En er zijn natuurlijk ook mensen die hier uitsluitend Hongaars spreken, maar dat is voor u geen probleem, hè? Klopt. Ik spreek nog wel aardige Hongaars, ja. Dus dat komt nu wel goed van pas. En ik begreep dat u echt helemaal speciaal voor deze tentoonstelling op en neer bent gevlogen vanuit... Ja. Ja, dus het is echt een bliksembezoek. Ik ga vanavond weer terug naar huis en kon de kleintjes ook met name niet langer alleen laten. Dat vind ik toch. En meenemen naar uw ouders in Apeldoorn, dat zat er dit keer niet in dan? Nee, ik laat ze lekker in hun eigen huis. Dan slaap ik ook weer samen. Gaat het goed met ze? Heel goed, heel goed. Ja, Gloria is alweer een half jaar. Dus die heeft al twee tandjes en wordt al steeds sterker. En ze hield zich voorbeeldig in Parma. Nou ja, ze is een hele lieve baby. Ze slaapt goed en ze eet goed. En het is echt een schatje. En Zita ook, die is een waanzinnige, betrokken. En een zorgzame zusje, die wilde de kleintje de hele tijd meetrekken al om te spelen. Levende pop. Ik heb één keer gezegd tegen haar, meestal heeft ze heel erg de vrije hand, maar ik zei, nou, ze is geen pop, hè. Nee, geen pop. Tuurlijk is het geen pop. Dus dat heeft ze wel heel goed door. Nu zei u al, u bent geboren in Hongarije, u woont in Rome, u heeft gewoond in Apeldoorn, in Zwitserland. Wat staat nou op één? Op één? Ja. Van alle plekken waar u gewoond heeft? Dat is moeilijk te zeggen. Al die landen, alles heeft natuurlijk een invloed op me gehad. En ik vind het zelf, het langst heb ik wel in Apeldoorn gewoond. Dus vandaar ook met ons huwelijk. En met de doop van Gloria was het wel heel bijzonder om weer dan dat allemaal daar te kunnen vieren. Dat voelt toch een beetje voor mij ook als thuis. En is ook een bijzondere plek voor mijn man. Dus dat komt helemaal goed uit. Maar ik denk dat die variëteit, heel erg inmiddels dan bij me past. Dat ook waarschijnlijk in de toekomst zo zal zijn. Dank u wel voor uw tijd. En goede reis naar Italië. Ja, hartelijk dank. Een geweldige prinses Victoria en een hele mooie tentoonstelling. Voor vandaag zit het er even op. Nu lekker weekend vieren. Allemaal een heel fijn weekend. Dag!